Dit is Rode Waas Oraal. Ik ga de teksten van een nieuw album van Rode Waas voordragen. En de eerste tekst heet De Buren. Komt-ie. Ik neem eerst nog even een slok. Oké. De buren. Je doet alsof je heel erg normaal bent. Je lacht alsof je heel erg sociaal bent. Je groet alsof je heel erg joviaal bent. Je wacht alsof je heel erg cruciaal bent. Je deur gaat soepeltjes op slot. Je gordijntjes zijn beeldend schoon. Je plantjes groeien schilderachtig. Heilige huisjes blijven machtig. Denk aan de buren. De buren? De buren. De buren. Wat denken die nou? Echt? Ja. Dat was dus de eerste tekst die ik heb voorgedragen. Zoals je dus zelf al hebt gemerkt. Goed in de microfoon praten, maar hoeft niet altijd natuurlijk. Want je kan ook van veraf in de microfoon praten en dan klinkt het dus iets anders. De volgende tekst die ik ga voordragen heet Dichtbij. Jij bent dichtbij, maar nog niet helemaal hier. Ik ben dichtbij, maar nog niet helemaal daar. Van afstand tot afstand is ons punt afgezet. Een afstand is een afstand. Ons kruispunt is afgezet. Wij zijn dichtbij, maar nog niet helemaal hier. Wij zijn dichtbij, maar nog niet helemaal daar. Van afstand tot afstand is ons punt afgezet. Een afstand is een afstand. Ons kruispunt is afgezet. Oh! Nou. De volgende tekst heet Geef een beestje maar een naampje. Een vogelloze buur. Een zelfverzekerd niemand. Een dichtwaardig persoon. Een radicaal integralist. Oh ja, joh. Een volslagen meeloper. Een zorgzame strijder. Een denigrerende denker. Een revolutionaire pacifist. Een bezopen stropdas. Oh ja, joh. Een moderne proleet. Oh ja, joh. Een vuige genieter. Oh ja, joh. Een levenslustige zak. Oh ja, joh. Ja, geef het beestje maar een naampje. Wat een verhaal. Oh. Joh. Nou. Zo. Huh. Ja. Hé. Nee.
Ach. Och. Zucht. Nou zeg, wat een verhaal. Wat zeg je nou? Het is niet waar. Je meent het. Het is wat zeg. Ongelooflijk. Interessant. Ja, daarom. Inderdaad. Zo is het. Nou zeg, wat een verhaal. De volgende tekst is een korte tekst. Wellicht heel erg overdreven. Hij gaat als volgt. Ja. Alright. Volgende tekst is geschreven door Michael. Komt-ie. Hey, hè? Oké. Gaan we maar naar de volgende tekst. Die heet Als dan. Komt-ie. Dit is hetzelfde als dat. Toch is dat anders dan dit. Dus dit is niet hetzelfde als dat. Want dat is anders dan dit. Als je verder gaat dan dit, dan ga je verder dan dat. Als je verder gaat dan dat, dan ga je verder dan dit. Dus op voorwaarde dat dit is zoals dit is, dan is dat gelijk aan dat, terwijl dit identiek is aan dit. Hetzelfde als anders dan. Jongens, het moet wel leuk blijven. En daar gaat daar gaat dus ook de volgende tekst over. Ik geef je de mogelijkheid. De mogelijkheid. Ik geef je een keuzebeeld. Om te kiezen. Ik geef je iets om mee te binden. Met bindingsangst. Als zweef je er eindeloos omheen. Is eindeloos zweverig. De vragen zijn weer prachtig. Allemachtig prachtig. De antwoorden eveneens. Eens even antwoorden. Al is het maar om het feit. Het is feitelijk. Dat verwarring hen omhelst. Een verwarrende omhelzing. Maar ja, het moet wel leuk blijven. Ik krijg de gelegenheid. De gelegenheid. Ik krijg een spectrum om een perspectief te vormen. Ik krijg een koppeling dat ons verenigt. Al meid ik eindeloos het begrip. Is eindeloos begrijpelijk. De antwoorden zijn hilarisch. Allemachtig prachtig. De vragen evenzeer. Wat is het een feest? Al is het maar om het feit. Het is feitelijk. Dat verwarring alom heerst. Een verwarrende vertoning. Maar ja, het moet wel leuk blijven. Nou, het ging een beetje verwarrend. Maar goed, we zijn bijna klaar. Dan nu de volgende tekst heet Het Enige. Is dat het enige? Het enige. Het enige. Wat je kan zeggen. Tja. Tja. Wat zal ik zeggen? Ja. Tja. Wat zal ik zeggen. Ja, wat zal ik nou zeggen? Wat zal ik nou eens zeggen tegen jou? Heel fijn. Ja. De ene laatste tekst gaat als volgt. We kunnen toch een beetje gaan spelen? We kunnen toch een beetje gaan jammen? We kunnen toch een beetje gaan kloten? We kunnen toch een beetje gaan rachen? Ja. Toch? We kunnen toch een beetje gaan drinken? We kunnen toch een beetje gaan rusten? We kunnen toch een beetje gaan praten? We kunnen toch een beetje gaan eten? Ja. Toch? We kunnen toch een beetje gaan zeiken?
We kunnen toch een beetje gaan zeuren? We kunnen toch een beetje gaan sarren? We kunnen toch een beetje gaan staan? Zullen we gaan kijken? Zullen we gaan voelen? Zullen we gaan ruiken? Zullen we gaan proeven? Zullen we gaan zwoegen? Zullen we gaan zweven? Telefoon. Weet je wat? Nou, laat maar. De laatste heet. Nog eentje dan. Het is de hoogste tijd, maar zeker niet de laagste. Het is genoeg geweest, maar zeker niet te veel. Mijn tijd is gekomen, dus ik moet maar eens gaan. Het is mooi geweest, maar zeker niet het mooiste. Het is een mooi moment, maar zeker niet het laatste. Mijn moment is wederom hier. Zal ik nu maar eens gaan? Toch eet je dan? Nee. Nog eet je dan? Nee. Nog eet je dan? Nee. Echt. Ik heb genoeg gehad. Nog eentje dan? Nee. Nog eentje? Nou, oké. Maar dit is echt de allerlaatste.